Rotterdam te zijn. Wat fijn om bij jullie te zijn. En de reden dat ik te laat ben is meteen een hele goede reden om op FVD te stemmen. Want als wij groot genoeg worden, dan schaffen we alle trajectcontroles af. En dan lossen we het fileprobleem op. Dan gaan we weer lekker doorrijden met z'n allen. Het was echt werkelijk. Ik ben gewoon een uur en drie kwartier onderweg geweest vanuit Amsterdam. Dat is echt belachelijk. Ongelooflijk. Hé, wat heerlijk om hier met elkaar te zijn. Gaat het goed met jullie? Hebben jullie een beetje goede moed? Hebben een beetje goede zin? En de mensen thuis, de mensen die live meekijken, fantastisch dat jullie hier zijn. Jullie kunnen ook vragen stellen in de comments. Die worden dan geclusterd en eens in de zoveel tijd komt iemand die even aan ons doorgeven. En ik dacht, ik kan natuurlijk wel weer een verhaal houden, maar dat hebben jullie vast al heel vaak gehoord. Waarom vragen we niet meteen gewoon onze hele top 5 op het podium erbij? En laten we hen aan jullie vertellen wat jullie kunnen verwachten van hen als zij weer in de Kamer worden gekozen. We hebben woensdag 22 november verkiezingen. Ik denk dat wij zoals elk jaar het weer veel beter gaan doen dan de peilingen voorspellen. Vorige keer haalden we 8 zetels, werden we gepeild op 4. Nu worden we gepeild, volgens Maurice de Hond zitten we bijna op 6 zetels. Dat betekent dat ik geloof dat 12 zetels realistisch is. Wij gaan voor 12! En ik heb hier, dit is het vijftal dat jullie kennen. Maar wij hebben ook nog een 6e persoon die ik vandaag jullie ga voorstellen. Lieden, kom er ook even bij, er is hier nog plek. En wat ik ga doen, kijk, er is heel veel te zeggen. Er zijn heel veel vragen en heel veel onderwerpen. En jullie hebben vast ook zelf allemaal vragen. En daar willen we alle ruimte voor bieden. Maar waarom is het niet leuk als deze 4 plus Liedewij, dus de 5, kort iets vertellen wat jullie van hen in elk geval gaan zien de komende jaren. Als ze verkozen worden door jullie, als jullie ze de kans geven om hun verhaal te doen, wat gaan ze dan in elk geval voor jullie betekenen? Ik begin gewoon met de nummer 2, gaan we gewoon het rijtje af. Freek Jansen. Dank jullie wel. Ik heb me de laatste jaren al met heel veel onderwerpen bezig gehouden. En met name immigratie, klimaat, die grote thema's. Maar een van de dingen waar ik me de laatste tijd steeds mee bezig hou, en waar ik me de komende jaren ook heel veel mee wil bezig gaan houden, is het dossier digitale zaken. Want daarop gebeurt nu ontzettend veel. En er worden heel veel verordeningen gemaakt, regels gemaakt vanuit de Europese Unie, die erop gericht zijn om onze vrijheid aan banden te leggen. We hebben de Digital Services Act gekregen. Dat is een wet die desinformatie op het internet moet tegengaan. Dat vinden zij een groot probleem. En wat zij bedoelen natuurlijk met het woord desinformatie zijn niet super grove onwaarheden of iets dergelijks. Nee, dat zijn de verkeerde meningen. Die moeten gecensureerd worden in hun ogen. En daar zijn dus nu wetten voor in de maak, of die zijn al gemaakt, in de kaderwetten, om ervoor te zorgen dat wij niet meer kunnen zeggen wat we willen op het internet. Bijvoorbeeld, in het geval van deze Digital Services Act, is het zo dat er een onafhankelijke commissie moet komen, onafhankelijk, van bestaande uit journalisten en academici. Want ja, die hebben natuurlijk de waarheid in pacht. Zij weten hoe het echt zit. En als zij dan jouw bericht op social media aanmerken als desinformatie, dan wordt het niet verwijderd. Dat stadium zijn we voorbij. Het is niet dat het dan niet meer gezegd kan worden. Nee, niemand mag het zien. Er komt een shadow ban op. En dat vind ik nog wel veel gevaarlijker eigenlijk en veel enger dan het echt daadwerkelijk censureren, blokkeren, verwijderen van content. Want ook dat is al heel erg. Maar het shadow ban effect is dat wij allemaal in de waan blijven dat we vrij zijn. Al die mensen op het internet denken dat ze gewoon alles mogen zeggen. Alleen er is gewoon niemand meer die het ziet. En dat betekent dat mensen dus nog minder in verzet gaan komen. Dat betekent namelijk dat mensen gewoon denken, oh nee, ik kan toch alles zeggen wat ik wil op het internet? Maar het antwoord is dat ze het dan niet meer kunnen zien. En dat is een hele gevaarlijke wet die nu in de maak is, waar wij natuurlijk heel hard tegen vechten. En zo zijn er nog tal van digitale onderwerpen waar ik de hele avond mee zou kunnen vullen, maar dat zal ik laten. Maar daar is heel veel nu aan het gebeuren op dit onderwerp en daar wil ik mij de komende jaren heel hard voor gaan inzetten. Dank jullie wel. En
En vergis je niet, hè, want het belang hiervan gaat ook over onderwijs. Gaat ook over veiligheid. Gaat ook over... Als er geen vrijheid van meningsuiting is, geen vrij debat... dan kunnen we eigenlijk op geen enkel onderwerp doen wat we willen doen. Dus de breedheid en de veelzeggendheid hiervan is enorm. Gideon, wat ga jij de komende jaren voor de mensen doen? Dankjewel, Thierry. Goedemiddag, Rotterdam. Wat fantastisch om hier te zijn. En wat een energie. Wat goed. Fantastisch. Ik vind het altijd weer zo mooi in Rotterdam te zijn. Die strijdlust, die mentaliteit is hier toch eigenlijk nergens anders zoals in Rotterdam. En we gaan het hele land door. En wat ik eigenlijk altijd nog het mooiste vind aan deze bijeenkomsten... is om na afloop nog met zoveel mogelijk van u persoonlijk in gesprek te gaan. En gisteren waren wij in Den Bosch en Eindhoven. En na afloop van de bijeenkomst in Den Bosch... toen kreeg ik een hele interessante vraag van een dame. Zij vroeg mij namelijk... sinds wanneer ben jij eigenlijk wakker? En een paar jaar geleden zou ik die vraag waarschijnlijk niet begrepen hebben... en iets gezegd hebben als, sinds vanochtend, 7:15, hoezo? Maar tegenwoordig wordt die term wakker zijn natuurlijk in een andere context gebruikt. En je hoort mensen zeggen, ja, ik was wakker sinds corona. Of anderen zeggen, nou, ik was al wakker sinds 9/11, hoor. Of ik was al wakker sinds de moord op JFK. Ja, toen bestond ik nog niet, maar anders zou ik dan ook al wel wakker zijn geweest. Maar ik ben daar wel verder over na gaan denken toen ik op de terugweg naar huis was. Van wat is dat nou eigenlijk, dat wakker zijn? Want er zijn heel veel partijen in de Tweede Kamer met hele felle kritiek op het beleid. En die zeggen, we moeten geen windturbines hebben, maar we moeten inzetten op kernenergie. Of we moeten de immigratie terugdringen naar 50.000 personen per jaar. Of de stikstofnormen moeten niet in 2030 gehaald worden, maar in 2035. En daar wordt fel over gedebatteerd. Maar toch zie je dat deze partijen, en ik heb het nu... bijvoorbeeld over BBB, maar ook de PVV en Jaar 21. Die beperken zich allemaal in hun kritiek tot het beleid. Die gaan ervan uit dat dat beleid tot stand komt als gevolg van onkunde en onwetendheid en domme beslissingen. Maar wat ik denk dat wakker zijn is, wat het in ieder geval voor mij betekent... is dat je tot het inzicht bent gekomen dat de entiteiten die de macht hebben over ons land, willens en wetens beleid uitrollen dat niet in het belang is van Nederland en van Nederlanders, maar dat voornamelijk een aantal schimmige belangen dient van een kleine groep mensen. Een kleine groep die hier vooral heel veel geld, macht of roem aan overhoudt. En dat beleid wordt weliswaar voorgesteld als iets dat in het algemeen belang is. Onze volksgezondheid, onze veiligheid, onze natuur, ons klimaat. Maar wanneer je daar onderzoek naar gaat doen, dan zie je dat dat slechts die paar perverse belangen dient. En wat mij ergens opvalt, is dat heel veel mensen, eigenlijk heel Nederland, maar ook heel veel mensen die zichzelf wakker noemen, zich nu toch weer helemaal blind staren op die verkiezingen. Heel Nederland is weer in de ban van de verkiezingen, van de verkiezingsdebatten en de peilingen. En waar het mij wel eens aan doet denken, is dat... toen ik jong was, keek ik regelmatig naar tenniswedstrijden. En wat ik dan vaak zo grappig vond, dat waren die beelden... dat je dat hele publiek synchroon naar links ziet kijken... en weer naar rechts, en weer naar links, en weer naar rechts. En dat zie ik nu ook om me heen gebeuren. Gaat Jezielkens de grootste worden of Timmermans of misschien wel Wilders? En gaan we over links of over rechts? Maar als je alleen maar naar die bal kijkt...
dan zie je niet die daadwerkelijke macht die op de schaduw actief is. En dan zie je ook niet dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of nou dadelijk Jasielgus of Timmermans of Wilders of Omtzigt de grootste gaat worden. Omdat dit eigenlijk een heel groot spel is, een vorm van afleiding. En die entiteiten die daadwerkelijke macht hebben, die weten ook in de hele westerse wereld die agenda op die grote thema's uit te rollen. Ongeacht of ergens in Italië een keer rechts wint en dan weer in een ander land links. In hoofdlijnen gaat dat beleid gewoon door. En begrijp me niet verkeerd, het is van het grootst mogelijke belang om straks op Forum voor Democratie te stemmen. Daar eindig ik dadelijk ook mijn verhaal mee. Maar ik zou niet eerlijk zijn tegen u als ik de indruk zou wekken dat er na de komende verkiezingen, als gevolg van die verkiezingen, in één keer hele grote beleidswijzigingen gaan plaatsvinden. Ik ben er 100% zeker van. Niet 90%, niet 99%. Ik ben er 100% zeker van dat na de volgende verkiezingen, ongeacht of Wilders de grootste wordt, of Omtzigt, of Jasielgus, of Timmermans, of wie dan ook, dat in hoofdlijnen de komende jaren die massale immigratie, dat klimaatbeleid, het stikstofbeleid, de CBDC, de digitale identiteit, allemaal gewoon wordt doorgevoerd. Allemaal gewoon wordt uitgerold. En Forum voor Democratie is de enige partij die niet meedoet aan dit spel. Die niet de tennisbaan opkomt en een bal serveert en meedoet, maar die de baan betreedt, een megafoon pakt en tegen het publiek zegt: mensen, dit is niet wat het lijkt. U wordt voor de gek gehouden, u wordt belogen, u wordt bedrogen. Er vindt omkoping plaats, er is corruptie, er spelen hier andere belangen. Wij doen niet mee aan die politieke Haagse kartelspelletjes. En dat wordt ons natuurlijk niet in dank afgenomen. Dat vinden ze afschuwelijk. Ze willen zo graag dat wij meedoen. Oh, meneer Van Meijeren, u moet meer kamervragen stellen. U moet meer moties indienen. Dat hoef ik helemaal niet. Ik krijg geen antwoord op kamervragen. Ik ga liever een documentaire maken met een verborgen camera om te laten zien wat er allemaal misgaat. En die wordt een miljoen keer bekeken op YouTube. En dat is veel effectiever. En dat onderscheidt Forum voor Democratie ook van al die andere partijen die nu die toneelstukjes en die spelletjes aan het opvoeren zijn. Van de BBB hebben we al gezien dat er precies gebeurd is wat Forum voor Democratie al uitsprak in de afgelopen verkiezingen. Let maar op, na de verkiezingen wil BBB gewoon gaan meedoen. Vinden ze belangrijker dan winnen. En daardoor zie je dat ze nu in 10 van de 12 provincies aan het meebesturen zijn. Vaak met GroenLinks, PvdA, gewoon dat stikstofbeleid aan het uitvoeren zijn. En dan wordt er wel eens gezegd, ja maar goed, zij bereiken tenminste iets. Dan maar 2035 in plaats van 2030. Jullie plaatsen jezelf helemaal buitenspel. Dan kun je toch beter meebesturen, dan bereik je tenminste iets. Maar daar geloof ik niet in. Want natuurlijk kun je op kleine details hier en daar, door je principes overboord te gooien, wel minutieuze details veranderen. Maar die hoofdkoers, die hoofdlijn, die verander je daar niet mee. En ook als we nu kijken naar de PVV. Geert Wilders. Of misschien moet ik tegenwoordig zeggen Geert Milders. Om maar mee te kunnen doen, om maar mee te mogen doen, gooit hij nu al zijn principes overboord. En nu is hij welkom hoor, nu wordt hij opgehemeld in de media, want hij neemt zijn kritiek op de immigratie, haalt hij de harde randjes van af.
Het meest fundamentele punt van de PVV, de islamkritiek, is in één keer geen prioriteit meer, want hij ruikt nu dat hij misschien wel eens op het plusje kan komen te zitten. En dat betekent niet dat Forum voor Democratie natuurlijk niet wil regeren of niet wil onderhandelen. Met ons valt altijd samen te werken, met ons valt altijd te spreken. En wij zijn ook bereid om water bij de wijn te doen wanneer dat nodig is. Maar wij gaan niet onderhandelen over problemen die niet bestaan. Want dan erken je dat er een issue is. En dan ga je dat hoe dan ook verliezen. Dan zeggen ze nu van oké, in plaats van 2030 wordt het 2035. En dan kan mevrouw Van der Plas naar haar achterban zeggen, kijk eens, ik heb iets bereikt. Maar dan over een jaar, dan komt er weer een rapport van de autoriteit, de ecologische autoriteit, die zegt de natuur staat er nog slechter voor dan gedacht. En dan moet het in één keer 2032 worden. En dan zegt mevrouw Van der Plas, nee, ik wil 2033. En zo gaat dat spel dan door. Maar dan beweeg je mee in die richting van in dit geval de afbraak van onze agrarische sector. En als je op die manier gaat onderhandelen, ik noem het dealing with the devil, dan ben je geen water bij de wijn aan het doen, maar dan laat je in je zuivere water plassen. En dat is gewoon vies. Dat moeten we niet laten gebeuren. En als u stemt op Forum voor Democratie, dan stemt u op een partij die niet meedoet met die spelletjes, maar die exposed wat er daadwerkelijk gaande is. Op een partij die die leugens ontmaskert, die de corruptie blootlegt, die maatschappelijke misstanden aan de kaak stelt. En die ervoor zorgt dat steeds meer mensen gaan inzien dat Nederland alleen op papier een democratie is, maar in werkelijkheid een schijndemocratie is. En ik ben er absoluut van overtuigd dat dit de enige weg is naar de overwinning. En dat we nooit, maar dan ook nooit, moeten zwichten voor al die aanvallen die op ons worden uitgevoerd aan de lopende band, de schandalige demonisering, criminalisering, als we kijken naar die vervolgingen die nu worden ingesteld, de pogingen om een wet door te voeren om partijen te kunnen verbieden. Ze hopen natuurlijk dat wij dan een stapje terug gaan doen. Maar ik heb altijd geleerd, als er een grote boze beer op je afkomt, dan doe je niet een stapje terug, want dan grijpt je. Nee, je maakt je juist groot en je gaat naar hem toe. En dat is de enige mentaliteit om nog te kunnen winnen. Als je terugbeweegt, dan weet je zeker dat je gepakt wordt. En als je op hem afstapt, dan neem je risico's. Maar dan heb je in ieder geval nog die kans om te winnen. En ik zeg altijd, ook vanuit de oppositie kunnen wij heel veel bereiken. Dat doen we ook. Wij creëren bewustzijn. Wij beïnvloeden het publieke debat. Wij zorgen ervoor dat het vertrouwen in het beleid zodanig afneemt dat het simpelweg niet meer houdbaar is. Dat hebben we gezien met corona, toen niemand het nog geloofde, toen iedereen zijn mondkapjes aan de kant legde, toen zelfs de mensen die in het begin het meest bang waren zeiden, ja hallo, die zevende prik, die gaat zelfs mij te ver. Toen wist de regering, we hebben deze strijd verloren. Dit coronabeleid moet van tafel, want mensen geloven het niet meer. En dat is waar wij op inzetten. Dat is onze rol. Dat is waarom u moet stemmen. Vastberaden op de enige partij die zegt waar het op staat. Dus stem op 22 november massaal op Forum voor Democratie. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik nu heel graag het woord aan onze grootste nachtmerrie van Klaus Schwab, Pepijn van Houwelingen. Dank je, Gideon. En wat een speech, zeg. Geweldig.
Wat fijn om hier met u allen samen te kunnen zijn. Vrienden, vrijstrijders, dat zijn we. Ik ben zo trots op onze beweging. We zijn echt het hart van de verzetsbeweging in Nederland. Ik ben zo vereerd dat wij hier voor u daarover het woord mogen voeren. En ik zal kort even zeggen wat ik zal gaan doen als mocht ik herkozen worden. Allereerst... Je wordt herkozen. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dankjewel, Thierry. Voor mij, en ik denk ook voor ons, is, en Gideon heeft er net al wat over gezegd, is dat eerste speerpunt het allerbelangrijkste. Nederland weer soeverein. Want op dit moment is het zo dat wij onze vrijheid en onze democratie eigenlijk te grabbel hebben gegooid aan allerlei internationale projecten, internationale organisaties. Er wordt heel duidelijk een agenda over ons uitgerold. Agenda 2030 wordt het wel eens genoemd. En daar moeten we tegen in verzet komen. Want we raken, zoals het nu is, zijn we eigenlijk een provincie geworden binnen Europa, maar ook binnen een internationale machtsconstellatie. En we moeten dus echt, daar staat of valt alles mee. We moeten eerst onze vrijheid herwinnen. En dat kan, want we zijn nog een soeverein land en we kunnen dat terugveroveren. Dus dat is het allerbelangrijkste. En dat begint, denk ik, met het, Gideon zei er net ook wat over, het ontmaskeren. Het ontmaskeren. Daar ben ik zelf heel erg mee bezig geweest de afgelopen jaren van al die structuren. Dus bijvoorbeeld het World Economic Forum, het werd net genoemd. Dat was iets, ja, ik denk dat Nederlanders hadden daar bijna nog niet van gehoord, 2-3 jaar geleden. Maar dankzij ons werk in de Kamer is dat iets geworden waar Nederlanders zich heel erg bewust van zijn. Daar begint het mee. Je moet je bewust worden van een probleem voordat je er tegen kan gaan strijden. Dat hebben wij gedaan. We hebben heel veel kamervragen gesteld. We hebben allerlei dingen boven water getakeld. En natuurlijk de WEF-papers onder andere. Ik heb van Thierry gehoord en van Ralf Dekker. Die waren onlangs in Amerika. Daar weten ze er ook van. En daaruit blijkt dus heel duidelijk dat het WEF, het World Economic Forum, dus echt zijn vingers overal in de pap heeft. Die voeren enorme invloed uit op ons democratisch proces, zonder dat wij daar enige controle over kunnen uitvoeren. Sterker nog, als wij nu Kamervragen stellen, dan krijgen we soms als antwoord van de regering, ja, daar kunnen we u geen antwoord over geven, want we hebben geen toestemming van het World Economic Forum om die documenten bijvoorbeeld toe te sturen. Zo ver gaat dat. En ik kan heel veel voorbeelden geven, maar dat is iets, daar wil ik mee doorgaan. Dus het ontmaskeren, want daar begint het mee van dat soort internationale structuren en iets waar ik me vooral ook op wil gaan richten, want ik denk dat dat nu steeds een pregnanter probleem aan het worden is de Wereldgezondheidsorganisatie. U heeft er wellicht wel gehoord, die komen nu met allemaal verdragen aan, een pandemic treaty, maar ook, ze zijn nu ook bezig met die internationale gezondheidsrichtlijnen om dat te uitonderhandelen. En daarmee krijgt de Wereldgezondheidsorganisatie nog veel meer macht. En we hebben gezien in coronatijd wat dat kan betekenen. Want toen is het natuurlijk een wereld... Al die landen deden hetzelfde. Toen is er een wereldwijd agenda uitgerold. In eigenlijk een paar maanden tijd. En ja, we stonden erbij en we keken ernaar. En straks kan dat worden... Formeel kan de Wereldgezondheidsorganisatie dat gaan doen. En dan kunnen ze dus, als er een pandemie is, dan kunnen ze gaan zeggen van, oké, we roepen een pandemie uit en nou moet Nederland dit en dit en dit doen. Dat is natuurlijk ontzettend bedreigend voor onze vrijheden. Dus dat is ook iets waar ik me op wil gaan richten. Ik wil dat gaan uitpluizen. Ik wil daar vragen over stellen. Dus dat wil ik gaan doen. En tot slot, en dat vind ik misschien het allerbelangrijkst, wil ik me gaan richten op die vreselijke Europese Unie. Want als de... Ja, dank u wel. Want als de één... En daar is het voor Thierry en mij ook mee begonnen, 10 jaar geleden... Thierry, ja, het is nog steeds, dit is misschien een leuke anekdote. Ik heb Thierry voor het eerst opgebeld 10 jaar geleden, toen was jij nog promovendus bij Tilburg. En ik had al heel veel van je boeken gelezen. Postdoc, oké, excuus. En ik had al aardig wat boeken van jou gelezen, maar ik wist natuurlijk dat je heel erg anti-EU was, daarom belde ik je op. Maar ik had eigenlijk nog nooit jouw naam horen uitspreken. En toen, in dat telefoongesprek, probeerde ik jouw naam te vermijden. En je had wel door dat ik niet wist hoe ik jouw naam... Dat weet ik nog steeds niet blijkbaar. Hoe ik jouw naam moet uitspreken. En toen ging om jouw naam heen praten. Daar had jij toen al veel lol om. Ja, mijn Frans is heel... Het is een beetje een Fransachtige naam. Oké, ik ga even door. Dus Thierry. Ja, ik ben niet zo goed in die... 10 jaar geleden en toen... Ja, wij hebben heel veel lol. We lachen heel veel. We hebben echt heel veel plezier met elkaar. En soms is dat wel eens lastig, want dan wordt er een grap uit context gelicht of zo. Dus dat gebeurt ook. Maar oké, 10 jaar geleden, daar is het voor ons, mag ik toch wel zeggen, mee begonnen. Hè, met die EU. Want die Europese Unie, die kost ons ongelooflijk veel. Om te beginnen onze welvaart. Om maar iets te noemen. Door de Europese Unie kunnen we onze eigen grenzen niet meer controleren. En de massamigratie is een gigantisch probleem.
Kijk alleen naar de woningmarkt. Kijk alleen naar de woningmarkt. Er is geen woning te krijgen. En een studie die door ons is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat alleen al die massamigratie kost ons netto 20 miljard euro per jaar. Dat is niet op te lossen zolang we in de Europese Unie blijven. Daarom is Groot-Brittannië er ook uitgegaan. Dus al die partijen die zeggen, we gaan het nou wel eens even aanpakken, maar die in de EU willen blijven, die weten echt niet waar ze het over hebben. Want we hebben nu geen grenzen meer. Dus één, dat Europese Unie die verdedigt dan zogenaamd onze buitengrens, maar dat doen ze natuurlijk helemaal niet. En als je in Griekenland bent, als bootvluchteling, kun je zo, hop, doorreizen naar Nederland. En dat gebeurt ook. Dus dat is al een reden waarom we uit de Europese Unie moeten. Maar ook bijvoorbeeld de euro. De euro kost ons miljarden bakken met geld. Waarom? Omdat, we hebben het gezien, we hebben nu een hele hoge inflatie. Landen, en die zijn er binnen de Europese Unie, binnen de eurozone, die veel schulden hebben, ja, die profiteren daarvan. Die schulden worden minder waard. Maar wij zijn natuurlijk per uitstek een land van spaarders. We hebben relatief veel gespaard. We hebben relatief lage staatsschuld. We hebben hoge pensioenen, relatief hoge, grote pensioenpotten. En ja, die verdampen. Die verdampen waar we bij staan. Dus het is eigenlijk godsgeklaagd dat we die harde gulden die we hadden, dat we die hebben opgegeven. En nu hebben we dus die euro en dan moeten we ook uit. En uit de euro betekent automatisch ook verdragsrechtelijk uit de Europese Unie. Dat kan niet anders. Dus ook daar moeten we uit de Europese Unie. Maar het belangrijkste vind ik nog wel het feit dat de Europese Unie een enorme bedreiging is. Voor onze grondrechten en voor onze democratie. Dat is echt het allerergste. Op 1 juni 2005, en laten we dit vooral nooit vergeten, heeft de Nederlandse bevolking, heeft u gezegd in een referendum, wij willen die Europese grondwet niet. Die is er toch gekomen. Dat zegt eigenlijk alles al. Hè? Dus de Europese Unie heeft dat doorgedrukt, heeft een andere titel gekregen, Verdrag van Lissabon 2009, maar daar is die Europese Unie formeel op gestoeld. En dat is dus een illegitieme Unie, want de Nederlandse bevolking heeft gezegd in 2005, wij willen dat niet. Maar het is er toch gekomen. En in 2016 weer een verdrag, weer een EU-verdrag. Het Europese Unie-associatieverdrag met de Oekraïne. Hebben we ook tegengestemd. Daar waren wij natuurlijk nauw bij betrokken als partij toen al. Hebben dus gezegd, dan moeten we tegenstemmen. We werden uitgelachen door al die experts. We hebben toen al gezegd, Thierry heeft toen al gezegd van dat wordt oorlog met Rusland. De Nederlandse bevolking heeft tegengestemd. Dat verdrag is er toch gekomen. Dus de Europese Unie is totaal niet geïnteresseerd in ons welvaart, in ons welzijn. Het is echt een imperium geworden. Ze voeren nu ook een proxyoorlog uit. Ten koste vooral van Oekraïne in Oekraïne tegen Rusland. Doen ze ook nog eens een keer. Echt schandalig. En het maakt niet uit welke grondrechten je het over hebt. Vrijheid van meningsuiting. Russische zenders zijn verboden. Maar nog veel erger misschien, ze hebben een censuuragentschap opgetuigd. EU versus disinfo. Google maar eens, hè. Dus we hebben nu die DSA, die Digital Services Act. 25 augustus, Europese Unie-verordening van kracht geworden. Waarmee ze dus het internet gaan censureren. Want dat is wat er gaat gebeuren. Dus die Europese Unie is een enorme bedreiging voor onze grondrechten. Voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ook in coronatijd hebben we dat gezien. Hè? De Europese Unie ging overal mee akkoord. Uitsluiting van ongevaccineerden. Boetes voor ongevaccineerden in Oostenrijk. Hebben we de Europese Unie gehoord? Helemaal niet. Dus de Europese Unie is een bedreiging voor onze grondrechten, onze vrijheden en onze, tot slot, onze democratie. Want wij zien elke dag weer in de Tweede Kamer, zien we regels voorbij komen, die komen uit de EU en die worden gewoon gerubberstemd. En zelfs als wij als Kamer, en dat komt zeer zelden voor, een keer de rug recht houden en zeggen, wij willen dat niet, wij willen bijvoorbeeld die digitale identiteit niet, dan doet het kabinet het toch, negeren ze, doen ze het toch. Want ze zitten daar niet voor ons, ze zitten daar niet voor u, ze zitten daar voor de Europese Unie. Dus de democratie, onze democratie wordt volledig ondermijnd. Dus wat ik u hierbij toezeg, plechtig toezeg, en het is al in voorbereiding. Wij komen met een wetsvoorstel, dat is nu al in voorbereiding, om in een referendum aan u voor te leggen of in of uit die vreselijke Europese Unie moeten gaan. En dat zullen we gaan indienen. Nou, dank u wel. We gaan stemmen op 2 november. En nou is het mij een grote eer. Mijn grote eer om onze premierskandidaat aan u voor te stellen, Ralf Dekker. Dankjewel, Pepijn. Ja, mensen, dit wordt van mijn kant een heel ander verhaal dan jullie nu gehoord hebben. Ik ben de man van overleg. En ik ben zo'n beetje de enige van het groepje hier die denkt dat de mensen het wel goed bedoelen, maar het gewoon niet goed begrijpen.
Bijvoorbeeld, als je nou zegt, op heel veel fronten gaat het niet goed in Nederland. En dan kun je het hebben over hoe we met de grondrechten omgegaan zijn. Je kunt het hebben over hoe we staan in de internationale ontwikkelingen. Je kunt het hebben over de windmolens en de hele energietransitie. Je kunt het hebben over de LGBTQI+ en de scholen. Nou, noem het allemaal op. Het gaat allemaal niet goed. En dat zeggen wij niet hier in deze zaal alleen, maar dat zeggen eigenlijk heel veel mensen. Zelfs mijn mede-premierskandidaten van de andere partijen. Die vinden ook dat het helemaal anders moet. En wat ze dan niet begrijpen is dat als je de uitkomst anders wil hebben, dan moet je ook iets anders gaan doen. Nou, dat probeer ik ze voortdurend duidelijk te maken. En dat geldt in de breedte. He, als je Kamerleden en politici die al 10, 15, 20 jaar in de Kamer actief zijn en ze willen nog harder gaan werken aan hetzelfde, dan krijg je natuurlijk geen nieuwe uitkomsten. En toch zegt een Yezilgus of zegt de VVD, die immigratie, die kan echt niet meer, dat moet echt anders. Alsof ze er niet bij waren de laatste 15 jaar. Hè? Dat is onbegrijpelijk. Dus men moet begrijpen dat als je het anders wil doen, dat je ook het echt op een totaal andere leest moet schoeien. En daar zijn wij voor. En ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen, ook in de politiek, die lopen gewoon mee met het heersende verhaal. Het is niet eens zozeer dat ze erover nagedacht hebben en het graag zo willen blijven doen. Ze denken er bij voorkeur niet over na. En wat wij dan voortdurend doen is ze voorleggen dat het anders kan en dat het anders moet, omdat je anders weer dezelfde uitkomsten krijgt. Nou, de domeinen waar ik me mee wil bezighouden, mocht die gekozen worden. Maar zegt hij niet. Is bijvoorbeeld buitenlands beleid. Buitenlands beleid is zo'n voorbeeld. Nederland was daar vroeger een meester in. Het hele ministerie van Buitenlandse Zaken is ook heel groot. Want de logica daarvan was, Nederland is klein, dus heeft het veel buitenland. Dus dat ministerie moet heel groot zijn. Dat was minister Luns al die dat zei. En Nederland heeft een enorme traditie in diplomatie. Nederlanders spreken veel talen, zijn in alle landen aanwezig. Zeker via ons internationale hub Schiphol kunnen we overal zomaar naartoe. En wij speelden daar vroeger een belangrijke rol in. Nou, als je nu ziet wat er in de geopolitiek allemaal beweegt, dat schreeuwt om diplomatie. En ik zou dus heel graag willen dat het Nederlands buitenlands beleid zich losmaakt van het meelopen met de NAVO, het meelopen met de EU. Maar het zelf een aantal connecties maken, het zelf vrede stichten. Wij hebben het Vredespaleis gebouwd. Hè? Wij hebben ook het Internationale Hof van Justitie en zo. We hebben toch een beetje het imago opgebouwd door de jaren heen van een neutrale, vredelievende natie. En daar zou ons buitenlands beleid op gericht moeten zijn. En natuurlijk voor het belang van Nederland. Het Nederlands belang is leidend. Maar ook het belang van de wereld en van gewoon een vredig en positief en constructief samenwerken. Nou, dat is een boodschap die is naar mijn overtuiging nog steeds te verkopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het geprobeerd bij Hoekstra en die keek me een beetje glazig aan. Maar die hoort natuurlijk ook gewoon in Brussel thuis met de klimaat. Daar is hij geloof ik bezig nu. Daar weet hij veel meer van, heb ik gelezen. Maar ik heb nog steeds hoop dat we mensen zover kunnen krijgen om dat te doen. Nou, hetzelfde geldt voor het onderwijs. Dat is ook zo'n onderwerp. Ook daarvan wordt er kamerbreed gezegd, jongens, dit kan zo niet langer. 50% van de leerlingen die de basisschool verlaat is nog steeds functioneel analfabeet bijvoorbeeld. Dus de kinderen moeten leren lezen, schrijven, rekenen. En ze moeten niet worden volgestopt met allerlei flauwekul zoals LGBTQI+ en al dat soort zaken meer. Laat ze nou eens beginnen met een vak leren. En ook dat is eigenlijk het grootste deel van de politici wel met je eens. Maar ja, er liggen nou een keer programma's en die moeten ze doorvoeren. Dus ik heb het idee dat we een aantal wijzigingen, wij moeten een rol spelen van de voortdurende aanwijzer van jongens, we moeten die kant op. En we moeten dat binnen de Kamer doen, maar ook daarbuiten het beïnvloeden van de publieke opinie, beïnvloeden van alle debatten in Nederland op al dit soort onderwerpen. En onderwijs is daar een prachtig voorbeeld van, want onderwijs moet echt helemaal verbeterd worden. En dan bedoel ik niet dat er nog meer geld bij moet, maar dan bedoel ik dat we gewoon moeten stoppen met de flauwekul bij onderwijs. En dat zou enorm schelen.
Nou, dan misschien tenslotte nog, dat is toch als oud-bankier kom je daar niet van weg, financiën. Daar heb ik ook hele leuke ervaringen mee met minister Kaag, die natuurlijk een superspecialist is, dus was ik maar een kleine jongen bij. Maar ik heb haar toch gevraagd, is het nou niet een idee om bijvoorbeeld in allerlei beleidslijnen, allerlei wetten, om daarin horizonbepalingen op te nemen? Nou, toen reageerden ze net zoals jullie reageren. En daar bedoel ik mee dat je kunt een wet automatisch laten aflopen. Dus als je een wet hebt die geld kost, een regeling, dan kun je erin opnemen dat die na 3 jaar of zo, 2 jaar of 5 jaar, afhankelijk van wat handig is, dat die gewoon vervalt. Dus niet dat je wet op wet en regeling op regeling stapelt, nee, maar dat die vanzelf vervalt. Dat noemen ze een horizonbepaling. Nou, als je dat consequent toepast, dan is het niet zo dat al die uitgaven voortdurend stapelen, nou, die vallen weer van de tafel af, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat is één van de dingen die je moet meenemen. Een andere is, iedere wet die je invoert, dan moeten er een paar voor weg. Het moet uiteindelijk moet er minder regels komen. En tenslotte, wat we dan trendmatig budgetteren noemen, gewoon ieder jaar 1% minder budgetteren. En dan, dat lijkt niet veel, maar over de jaren heen gaat het steeds beter. Wat wij nu doen is gewoon geld bijdrukken. Hè? Dus het allemaal naar Europa sturen, of naar Oekraïne, of naar ik weet niet wat. En het pompt maar op. En daardoor is de overheid nu eigenlijk in al je transacties is het de grootste partij. Hè? Nou, dat is helemaal niet nodig. Dus ik zie heel veel mogelijkheden om enigszins met tact en beleid, maar wel een tegengestelde richting voor te stellen voortdurend. En nou ja, met z'n allen gaan we het doen. De enige partij die dit voortdurend op alle onderwerpen voorstelt en ook concreet maakt en ook echt hanteerbaar maakt, is Forum voor Democratie. Dus het enige wat je hoeft te doen is op 22 november stemmen voor Forum voor Democratie. Dankjewel. En nu heb ik de eer om jullie voor te stellen aan nummer 6 van onze lijst. Dat is Liedewij de Vos en die weet alles van, ja, van alles eigenlijk, hè? Goedemiddag, dames en heren. Wat fijn om hier te zijn. Ik heb zelf in Rotterdam gewoond een tijdje, nu niet meer, ik woon in Den Haag. Maar fijn om hier weer terug te zijn. En zoals Rolf aangaf, weet ik iets van verschillende dingen. En dat klopt. Ik ben namelijk biochemicus, maar ik ben ook violiste. En dat zijn ook de twee onderwerpen waar ik mij als Kamerlid voor in zou willen zetten. Het eerste is dan natuurlijk beta-onderwerpen, het stikstofbeleid. Zoals jullie weten heb ik een boek geschreven over stikstof samen met Thierry. Niemand in de cockpit. En daarin laten we zien dat stikstofbeleid van A tot Z kolder is. Het gaat goed met de natuur. We hebben het allemaal uitgezocht. Cijfers, meting. Ik zie daar iemand die hem ook gekocht heeft. Hartstikke mooi. Ik kan er zo nog een handtekening in zetten als je dat leuk vindt. Met die natuur gaat het hartstikke goed. Het zijn gewoon gegevens van de Nederlandse overheid. Dat kunnen we allemaal nazoeken. Bronnen staan achter in het boek. En de vraag is dan natuurlijk, hoe kan het dat stikstofbeleid er dan toch is? En dat is omdat we ons, wij niet, Forum voor Democratie natuurlijk niet, maar omdat de Nederlandse overheid zich laat leiden door modellen. En in het geval van het stikstofbeleid is het zo ver gekomen dat, ik heb dat van het weekend even uitgerekend, ik heb 2 konijnen thuis. En ik vroeg mij af, hoeveel stikstof zit er nou in zo'n konijnenkeuten? Want dat is gewoon mest. En toen ben ik dat gaan uitrekenen, dat is 0,0075 gram. Niet zoveel. Maar die stikstofnormen die zijn zo streng door die modellen, dat als je 1 zo'n keutel op een vierkante meter legt iedere dag, dat die normen zoals we die vandaag de dag in Nederland hebben, al worden overschreden. Nou, daar moeten we natuurlijk mee stoppen. Daar doen we in dat boek ook allerlei voorstellen voor. Je kan die normen gewoon van tafel halen. Dat is ook niet iets wat door de EU is besloten. Dat heeft Nederland gewoon zelf gedaan. In 2021 zijn die normen in de wet vastgelegd. Dus die normen kunnen gewoon van tafel. En in plaats daarvan kunnen we natuurlijk gewoon kijken naar hoe het met die natuur gaat. Dan kunnen we daar het beleid op baseren. Nou, en zo zijn er behalve het stikstofbeleid ook nog andere beta-onderwerpen. Het klimaat of ik heb ook deels een medische achtergrond, dus dingen in de zorg.
Dat zijn onderwerpen waar ik mij voor zou willen inzetten. Maar er is ook nog iets anders. Want ik ben, zoals ik zei, violiste. Dus ik zou me ook graag willen bezighouden met het cultuurbeleid. Hoe gaat dat nou in die cultuursector tegen? De cultuursector is vandaag de dag gericht op 1. Vernieuwing. 2. Diversiteit. En 3. Duurzaamheid. Toen ik op het conservatorium zat, toen wisten de componisten, studenten die bij mij in de klas zaten, die wisten van gekkigheid niet meer wat ze moesten doen. Want ze mochten geen Mozart-achtige of Brahms-achtige muziek meer componeren. Het moest vernieuwend zijn. Nou, wat deden die mensen? Die moesten een eindexamen doen. En die maakten muziek met de deuren van de zaal waar ze hun eindexamen in moesten doen. Maar er is nog een ander probleem, want sinds 2021 zijn al die culturele instellingen ook verplicht om aan de code diversiteit en inclusie te voldoen. En op de website van die code staat letterlijk toegelicht wat dat inhoudt. Nou, dat gaat over etniciteit, het gaat over religie, dat gaat over geslacht. Terwijl de cultuursector natuurlijk gewoon bezig zou moeten kunnen zijn met mooie dingen maken, niet met al dat soort rare fratsen. Hetzelfde geldt nu voor het duurzaamheidsbeleid. Ze moeten nu een transitieplan gaan opstellen om klimaatneutraal te worden. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Wij willen gewoon dat de cultuursector mooie dingen kan maken. Dat we de tradities voortzetten. Dat we niet een slavernijmuseum oprichten wat alleen maar voor polarisatie zorgt. Maar ja, de Nederlandse cultuur, dat we die koesteren. Dus dat zijn de twee dingen waar ik mij voor in wil zetten. We hopen natuurlijk op jullie steun. We hopen dat we zo groot mogelijk worden op 22 november. Dus ook ik doe natuurlijk de oproep aan jullie. Stem 22 november op Forum voor Democratie. Dank jullie wel. Kom even staan, jongens. Dit zijn... Begrijp je nou hoe goed ik me voel? Dat we zulke fantastische mensen hebben. Wat een team waar we het mee doen met z'n allen. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over alle mensen in de gemeenteraden, in de provincies, in de Eerste Kamer, in het Europees Parlement, waar we ook met waanzinnige dingen komen. Komende dinsdag komt er een persconferentie in het Europees Parlement, georganiseerd door onze Europarlementariër, over de Europese Medicijnenautoriteit, de EMA. En als jullie meer willen weten, hier zit Marco van den Bomen, heel actief is om het internationale netwerk voor ons uit te bouwen. Onderhoudt contacten met mensen in Hongarije, in Bulgarije, allemaal dingen. Maar daar komen we ook met een enorme onthulling. Dus wij doen ook op al die andere niveaus ontzettend veel. Maar wat ben ik dankbaar en blij met deze mensen. En ook op plek 7, en plek 8, plek 9, plek 10, plek 11, plek 12. Onze hele lijst is gevuld met fantastische mensen. Maar dat zou te lang duren voor nu. Dat doen we na de verkiezingen een keer. Als ze allemaal geïnstalleerd zijn in de Kamer. Dan doen we gewoon diverse meetings met deze mensen, met die andere mensen allemaal die we nu niet kunnen voorstellen. Maar ik ben echt ongelooflijk optimistisch over Forum voor Democratie. Nu, we hebben onze kinderziektes gehad. We hebben onze moeilijke momenten gehad. We hebben gezocht naar hoe ga je dit nou opbouwen. Maar we zijn sterker dan ooit. We hebben meer leden dan ooit. We hebben online presence. Die is werkelijk ongelooflijk. De media hebben een gloeiende hekel aan ons. Dat is ook een teken dat we iets goed doen. En wij gaan gewoon voor een waanzinnig resultaat op woensdag. Ik heb er alle vertrouwen in. Als ik dit zo zie en het enthousiasme voel, dan heb ik er ook echt hier in Rotterdam alle vertrouwen in. We hebben alleen één vraag aan jullie en die is: help ons de komende paar dagen zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Want we hebben jullie echt nodig. Jullie moeten als het ware kleine sneeuwballetjes worden die weer een heel groot sneeuwbaleffect teweeg brengen in je omgeving, in je vriendenkring, in je social media, volgerskring, misschien op het werk, misschien in de buurt. Deel onze filmpjes, hang posters op, spreek mensen aan. En je weet het, als mensen willen stemmen op FVD, maar ze kunnen niet, ze mogen niet, ze zijn niet in het land, ze mogen niet weg van werk, dan mogen ze jou machtigen om namens hen te stemmen. En dat kan gewoon. Iedere persoon kan door 2 mensen gemachtigd worden om ook een stem uit te brengen. Zorg ervoor dat er geen enkele FVD-stem
verloren gaat. Jongens, het is ropper veronderd. Het is echt, woensdag is de dag. En of wij nou met 6, 7, 8, 9, 10 mensen in die kamer zitten, dat maakt een exponentieel verschil voor onze impact. Echt waar. Ieder Kamerlid kan zoveel meer doen. Ieder Kamerlid voor ons doet 3, 4, 5 keer zoveel als de Kamerleden van de grote machtspartijen. We zijn de hele dag heen en weer aan het rennen. En het betekent ook nog eens een keer, dat wil ik gezegd hebben, ook al beschuldigen ze ons ervan, dat het, maar die subsidies die je krijgt als partij zijn afhankelijk van de hoeveelheid zetels. En als wij genoeg zetels hadden, dan openen we gewoon nog 2 nieuwe scholen erbij. Want daar gaat ons geld naartoe. En nu is het tijd. En nu is het tijd voor vragen. Ik weet niet of er. Daar is dat Patty. Dames en heren, applaus voor Patty. En daar loopt, maar ik herken je gezicht niet. Maureen. Maureen, dames en heren, Patty en Maureen. Het is jullie taak om hun aandacht te krijgen. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Maar stel je vragen aan ons allemaal. Kom lekker wat meer naar voren, jongens. Ik vind het zo leuk. Want ik heb me best soms eenzaam gevoeld en alleen in de hele moeilijke tijd met ruzies, met afsplitsingen. Maar we zijn nu echt een team. We doen het als team. We staan samen hier ontzettend sterk. Wat moeten we doen? Even een groepshug. Ik ga wel even in het midden. Jongens, Freek, kom maar bij. Even staan. Even meer naar voren voor de foto's en voor de mensen thuis. Dankjewel, jongens. Even die energie voelen vanuit de zaal. Mogen we naar de zaal even allemaal kijken daar naartoe. Iets harder applaus, we voelen jullie niet. Ja, ja, ja. 22 november, jongens. We gaan ervoor. Dankjewel. Nu gaan we naar de vragen. En zeg ook even aan wie je de vraag stelt. Wat ik voorstel dat we doen, is dat we even 3, 4 vragen snel nemen. Dan kunnen veel meer mensen een vraag stellen. Hi. Allereerst wil ik even zeggen, Gideon, je hebt mijn volledige steun. Want wat ze aan het doen zijn, is Julian Assange level absurd. Misschien kennen jullie het gezegde, politics is downstream from culture. In mijn optiek is het grootste probleem dat Nederland heeft, is dat we een hekel aan onszelf hebben gekregen. We denken dat we slecht zijn. We zien alleen maar, we praten alleen maar over wat er allemaal verkeerd is aan Nederland. En ik denk wat zeker de jonge generatie nodig heeft, is een positief beeld voor de toekomst. En het lijkt wel of niemand in de politiek het daarover heeft. Dus mijn vraag is, ja, aan wie zich geroepen voelt, wat is jullie mooiste beeld van het Nederland over 50 jaar? Fantastische vraag. We gaan even snel door een paar vragen en dan kunnen we veel meer doen. Misschien Maureen, al iemand gevonden? Ja. Ja, ik heb eigenlijk een vraag namens de inwoners van Nederland, ongeacht of ze het inhoudelijk eens zijn met Forum of niet. Maar wat kunnen wij als collectief vandaag de dag doen om Nederland een beter land te maken? Prachtige vraag. Nog eentje hier? Niemand? Daar nog iemand misschien die een vraag wil stellen? Ja. Hi. Ik heb een dochter weer bij me, maar die gaat nog niet naar school. En er is helaas geen forumschool in ons gebied. Maar in plaats van overal forumscholen neer te zetten, kunnen jullie meer doen voor bijvoorbeeld thuisscholing? Topvraag. Pakken we ook mee. Ja. Nou, ik heb een vraag over kinderen die uit huis geplaatst worden. Want ik ben zelf ook 4 jaar geleden uit huis geplaatst. Want ik ben heel erg getraumatiseerd daardoor. Het is ook gewoon echt heel erg wat daar gebeurde. Want kinderen die daar zo zaten, die waren niet helemaal 100. Er werd zoveel gevochten daar zo. Het was daar vies. Kinderen daar zo werden mishandeld door de groepsleiding. En dat vind ik echt heel erg om te zien. En wat willen jullie daaraan doen? Wauw. Ik ga jou even een hand geven, jongen. Wij staan aan jouw kant. Echt waar. Ik ben ongelooflijk trots dat je er bent. Ralf, dit is jouw onderwerp, jeugdzorg. Laten we daarmee beginnen. Ja, jeugdzorg is een van de onderwerpen waar wij wat beter naar willen kijken. En wat er gebeurt is dat er in Nederland veel te veel kinderen onder toezicht of zelfs uit huis geplaatst worden. En dat is gegroeid, blijkbaar. Je moet hier wel heel genuanceerd over praten. Er zijn afschuwelijke situaties. Er zit een enorm leed in Nederland. Wij zijn het land met veruit de meest uit huis geplaatste kinderen van heel Europa. En dat is een beetje gekomen als gevolg van dat meisje van Nulde, waar toen een enorm probleem mee was.
En er is een commercialiteit in al die instellingen gegroeid. Dus er zijn commerciële instellingen die hebben ook belang bij, financieel belang bij, om de situatie te houden zoals die is. Dus wat ons betreft is de structuur van die hele jeugdzorg en ook de manier waarop de incentives liggen, zou ik maar zeggen, dus de prikkels, die zijn precies verkeerd. Wij zouden willen dat jeugdzorginstellingen juist worden beloond als ze zo min mogelijk kinderen uit huis plaatsen en zoveel mogelijk kinderen terugplaatsen. Dat zou de basis moeten zijn. En hetzelfde geldt voor het aantal trauma's dat een kind oploopt. Nu is het zo dat een instelling krijgt meer betaald als er een groter probleem is. Ook dat triggert weer de verkeerde kant op. Je zou juist willen dat die problemen opgelost moeten worden en dat ze daar als het ware voor beloond worden. Dus de hele structuur moet anders omwerken en wij willen toe naar veel en veel minder uithuisplaatsingen. Kinderen moeten teruggeplaatst worden als het even kan in het gezin. Daar wil ik graag iets aan toevoegen, maar allereerst nog een heel hartelijk applaus voor deze dappere jongen die hier zijn verhaal vertelt. Echt fantastisch. Heel goed. En wat mij ook hier opvalt, is dat deze jongen aangeeft uit huis geplaatst te zijn, maar daardoor eigenlijk in een hele nare, onveilige omgeving terecht is gekomen. En fantastisch, geweldig, super. En het is een buitengewoon complex onderwerp. En ik denk dat er situaties bestaan waarin kinderen bij hun ouders in een onveilige situatie zijn, omdat ze daar bijvoorbeeld te maken hebben met misbruik of mishandeling. Maar wat ik op dit moment heel lastig vind, is dat de overheid meent de juiste instantie te zijn om kinderen te beschermen tegen hun ouders. Terwijl ik vind dat ouders meer mogelijkheden moeten hebben om hun kinderen te beschermen tegen de overheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De vraag vandaar sluit daarop aan over thuisonderwijs. Kijk, wij willen eigenlijk twee dingen doen met ons hele onderwijsprogramma. Dus het eerste is, wij willen meer scholen. We hebben nu 1 school in Almere. Die heeft bijna 20 leerlingen. Na 2 jaar vind ik dat anderhalf jaar vind ik dat een waanzinnige prestatie. Ik ben echt heel erg trots op Ralf en de andere mensen van het team. Dus ik noem ze even, Jolande, Joost, Nancy. Het zijn allemaal mensen die hebben zich geweldig, geweldig ingezet om dit te laten slagen. Maar we moeten natuurlijk nog met veel meer scholen komen in heel Nederland. En daarnaast, dat is het tweede wat ik wil gaan doen, dat is een netwerk bouwen van ouders die op dezelfde golflengte zitten als wij, qua overtuiging, qua beter onderwijs in Nederland, maar die misschien niet een school hebben van FVD waar hun kinderen op zitten, maar die ofwel thuisonderwijs doen en elkaar kunnen helpen, ofwel gezamenlijk buitenschoolse activiteiten kunnen organiseren. Stel je voor dat er 1 keer per maand een forumbus met kinderen, en dan gaan we wel bijvoorbeeld mooie kunst leren. Of we gaan dingen, een mooie wandeling maken met een boswachter. We gaan dus dingen samen doen. En het derde wat we willen doen met dat netwerk van ouders, dat is ervoor zorgen dat we een lobbyorganisatie worden, als het ware, om de bestaande scholen waar kinderen op zitten, dat het geen forumscholen zijn, maar gewoon andere scholen, dat we daar in gesprek gaan als er bijvoorbeeld een Paarse Vrijdag of een Lentekriebels, of als er wordt gekozen naar wat voor leermaterialen, dat wij brieven klaar hebben, dat wij alternatieve leermaterialen kunnen aanreiken. En in het verleden is gebleken dat het ook heel succesvol kan zijn. Want daarin wil ik wel aansluiten bij wat Ralf zei. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen in onze samenleving die meebeweegt met die negatieve koers, dat ook per se wil. Er zijn heel veel schoolbesturen of basisschooldirecteuren of wat dan ook, maar die weten ook niet precies wat voor leerboeken er allemaal zijn. Die krijgen dan zo'n brief van het ministerie over dat je iets moet doen met bewustheid over inclusiviteit of zo'n soort leerdoel. Maar dan zijn er dus ook hele verantwoorde boeken over. Of hele leuke boeken, maar niet al die rare expliciete extremistische Rutgers-stichting dingen.
En vaak, maar dat hebben wij gezien. We hebben dus contact met allemaal ouders die dan 3 ouders of 4 ouders in dezelfde school, die elkaar ook via zo'n netwerk dat wij dan organiseren, kennen. Die dan samen een gesprek aangaan met die schoolleiding en zeggen, waarom doe je het nou niet zo? Of wij hebben hier een proefpakket, dat kunnen wij dan aanreiken. Wat vinden jullie hiervan? En je hebt best wel kans dat die school dan toch meebeweegt. Dus dat zijn 3 dingen die wij willen doen. Dus we willen jullie in contact brengen met elkaar. We willen buitenschoolse activiteiten helpen opzetten. En we willen überhaupt een netwerk van ouders die gelijkgestemd zijn. En weet je wat nou zo leuk is? Dat merken wij. Er zijn niet alleen ouders die zich nu al aanmelden, maar ook leerkrachten. Er zijn, vergis je niet, er zijn fantastische leerkrachten in Nederland. Er zijn fantastische scholen. Dus, en dat is dat constructieve wat ik ook voel, wat ik toch steeds blijf benadrukken. Wij zijn meer dan alleen een parlementaire organisatie. Wat je hier, wat we nu hebben gehoord, dat wat we in het parlement gaan doen, dat is superbelangrijk. Maar wij doen ook ontzettend veel in de samenleving. En dit is daar een voorbeeld van. Als het ons lukt om, ik noem maar iets, 10.000 ouders en 2.000 of 3.000 docenten op een intelligente manier bij elkaar te brengen, aan elkaar te verbinden. 1-2 keer per jaar een grote conferentie, best practices met elkaar delen, informatie, brieven schrijven, helpen met druk zetten, dingen voor kinderen organiseren. Dan zijn wij in 1 klap een van de meest invloedrijke onderwijslobby's geworden van Nederland. En dat zie ik ons ook doen op andere terreinen. Dus ik heb daar een hele brede maatschappelijke visie over. Dan waren er 2 vragen die in het verlengde liggen van elkaar. Dus eentje ging over onze zelfhaat. Oftewel de oikofobie. Ik heb daar ook eens een boekje over geschreven. Ik ben het helemaal met je eens. En een ander die zei eigenlijk, wat is nou het meest inspirerende beeld voor Nederland voor 2050? En misschien kunnen we die vragen wel samen nemen. Want, en dan kun ik beginnen, misschien kunnen dan de anderen ook daar iets over zeggen. Als ze daar behoefte toe voelen om iets aan te vullen. Ik denk namelijk dat het samenhangt. Wij voelen in Nederland veel zelfhaat en er worden standbeelden naar beneden gehaald en onze feestdagen verdwijnen. Onze Nederlandse taal, die verdwijnt als academische taal en daarmee als eigenlijk echt levende taal. Hè? Er wordt steeds minder onderwijs gegeven in het Nederland, hoger onderwijs gegeven in het Nederland. Maar ook de immigratie en onze schroom om trots te zijn op ons verleden. En dat werkt door eigenlijk via een soort scharnierpunt naar de toekomst. Want alle mooie beelden, ik heb daar ooit een video over gemaakt. Nederland in 2040. Ik weet niet wie van jullie die heeft gezien. Maar dat kun je zo googlen. Dus wij hebben een volstrekt andere visie op het Nederland van de toekomst dan wat nu dominant is. En dat hangt samen met dat wij zijn trots op ons verleden. Wat zien wij in het verleden? Enorm ondernemerschap van Nederland, waar gigantische bedrijven, Schiphol, KLM, Tata Steel, Philips, noem het dan maar op, de haven Rotterdam, grote ontdekkingsreizen, allemaal uitvindingen. En we zien een land met een bepaalde esthetiek, die hebben we opgebouwd, prachtig. Ik vind de Nederlandse architectuur nog steeds waanzinnig, de traditionele stedenbouw. We hebben een bepaalde cultuur, feestdagen, literatuur. Allemaal dingen die zijn heel mooi, vind ik, uit het verleden. En dat willen wij transponeren naar de toekomst. Dus wij zien Nederland als een vooruitstrevende high-tech natie. Met een grote luchthaven in de Noordzee. Met 4 of 5 thorium kerncentrales, waardoor iedereen bijna gratis energie heeft tot in de eeuwigheid. Wij zien Nederland als land met een hele sterke, zelfbewuste nationale identiteit, met nationale trots, met hyperloops, waardoor je heel snel kan verplaatsen, met omdat wij die immigratie stoppen, gaat de bevolking langzaam een beetje krimpen, wordt het hier wat meer rustiger, wat meer ruimte, met dus ook heel veel natuur, met een enorme nauwe band met onze Caribische gebiedsdelen, die we gebruiken als springplank voor de enorme markten in Latijns-Amerika. Moet je voorstellen dat de Antillen het Florida van Nederland wordt. En omdat, wat ons betreft, energie, daar is geen enkele schaarste aan. Dus vliegen kan vrijwel gratis zijn. Dus dat is echt zo. Hè? Er is geen enkele schaarste van olie, gas, kolen. Het is allemaal gefabriceerd. Als we dat helemaal loslaten, dan kan elke Nederlander toch minstens 4-5 keer per jaar even naar Curaçao. Dat lijkt mij toch op zijn minst volstrekt normaal. Dus dat is allemaal. En dus dan krijg je een heel andere visie
een heel andere visie op onze toekomst, op wat Nederland kan zijn. En dat kan ook in de internationale betrekkingen, met een eigen munt en soevereiniteit. Weet je, het Zwitserland van Europa of de Dubai van Europa worden. Allemaal dat soort beelden. En ik krijg daar heel veel inspiratie van, heel veel energie van. Ik geloof dat dat onze toekomst moet zijn. Dat kan nog steeds. En ja, we kunnen daarvoor kiezen met Forum voor Democratie. Ja, een van de dingen die ik vind dat we weer iets meer terug moeten laten komen, is toch een beetje uit de oude doos, maar dat is dat we wat minder sneeuwvlokjesgedrag zouden moeten hebben. En toen ik 17 was, ging ik 6 weken op de fiets op vakantie. En ik stuurde 4 keer een kaart naar mijn ouders. En dat was eigenlijk doodnormaal. Dus ik was gewoon 6 weken niet bereikbaar. Nu zie je dat ouders al helemaal zenuwachtig zijn als de gsm-mast uitvalt. En ze kunnen hun kinderen een uur niet bereiken. En dat is een instelling, hè? En hetzelfde geldt voor die trajectcontroles waar we het vaak over hebben. Iedereen is als de dood dat het te hard gereden wordt en het wordt helemaal dicht geregeld. Want, ja, wat is het allemaal? Verkeersveiligheid, milieu, klimaat, geluidsoverlast, noem het allemaal maar. Er worden redenen verzonnen om alles maar dicht te regelen. En ik denk dat iets meer lef, iets minder bang zijn dat dingen fout gaan, iets meer risico durven nemen. Hoe vaak heb je niet een hele rits reisverzekeringen om maar te voorkomen dat je die zonnebril kwijtraakt en dan €50 armer bent. En die verzekeringen zijn veel duurder. Hè? Je ziet al die dingen gebeuren. En dat is een instelling die moeten we gewoon terug zien te krijgen. Balkenende noemde dat de VOC-mentaliteit. Weet je dat nog? Ja. Ja. Ja, ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Ik sluit me heel erg aan bij een visie voor Nederland als hoogtechnologisch land in de toekomst. Dat is denk ik ook ons pad geweest, eigenlijk altijd. Als Europa, dat is onze geest, onze ziel om de wereld te veroveren, nieuwe dingen uit te vinden, overal te komen waar anderen nog niet zijn gegaan. En dat is ook altijd ons pad als Nederland geweest. En dat pad is geknakt geraakt. Ook omdat we ons zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. En wij zijn de enige partij die in ons verkiezingsprogramma een hoofdstuk heeft over de ruimtevaart. En dat wordt soms geridiculiseerd. Dus Thierry was op de radio 2 weken geleden. En dan wil zo'n man, die wil daar dan de hele tijd daar vragen over stellen. Omdat hij dat dan belachelijk vindt. Maar ondertussen is bijvoorbeeld Elon Musk een heel succesvol bedrijf begonnen in de ruimtevaart. En we moeten ook niet vergeten wat de economische impact hiervan is. Heel veel agrarische bedrijven willen allemaal een satelliet hebben. De satellietbusiness is echt booming aan het worden in de wereld. En er zijn nu landen zoals Saudi-Arabië, die hebben wel een commercieel raketplatform. Daar worden al die dingen de lucht in gestuurd. Daar verdienen ze heel veel geld aan. Het is een economisch, super logisch model om dat aan te bieden. En wij hebben bijvoorbeeld het Caribisch gebied. Dat ligt bij de Evenaar, dat is nodig. Hè? Als je de ruimte wil, is dat makkelijker. Wij kunnen zoiets commercieel uitbaten. Dat kan voor Nederland, is dat super realistisch. We hebben de slimste mensen ter wereld. We hebben de beste universiteiten, technische universiteiten ter wereld. Dit is iets wat we kunnen realiseren op hele korte termijn. En dat zorgt er ook voor dat die mentaliteitsverandering, waar Alf het ook over had, dat die weer komt. Dat wij weer gaan geloven, wij kunnen dingen doen. Wij kunnen hele grote dingen doen. En wij kunnen zelfs als een geologisch, of geografisch, moet ik zeggen, verkeerde woord. Geografisch klein land, we zijn zo'n klein gebied. Maar wij kunnen zo ontzettend grote impact hebben op de wereld. Als we daar maar in geloven, als we het maar gewoon doen. En we kunnen nog eens heel erg rijk aan worden ook. We gaan weer een ronde vragen doen. We beginnen hier. Maureen, heb jij alweer mensen? Ik heb hier iemand met een brandende vraag. Ja. Jullie zijn, zoals ik zag, voor referenda om de macht weer bij de Nederlanders te leggen. Nu vroeg ik mij af, heel veel mensen krijgen het niet eens voor elkaar om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zich te verdiepen in de huidige stof over de Tweede Kamer. Hoe kan je nou een uitkomst van een referenda krijgen die het hele volk vertegenwoordigt? Helder. Ja. Dankjewel. Referenda. Ja. Ja, voor de democratie wil jullie eerst hartstikke bedanken. Want jullie hebben mij ook altijd de moed en kracht door te geven om de strijd nooit en nooit op te geven. Dus ja, dank u wel aan alle mensen die hier staan. Ja, ik wou even vragen van
inderdaad een goed punt om uit de WHO te gaan. Maar hoe zien jullie de betrekkingen met Nederland bij de VN? Oké, okay, heel goed. Referenda, VN. Volgende vraag, Marijn. Ja, net over jeugdzorg. Ik ben dus een ouder wiens kind uit huis is gehaald vanwege mijn mening over de coronamaatregelen. Ja, ik heb daar ook met Pepijn over gesproken. Ik heb gelukkig na 2,5 jaar juridisch vechten mijn kind teruggekregen omdat ik de leugens aan kon tonen. Dankjewel. Nu is mijn vraag erover. Hoe gaan jullie dit bespreekbaar maken in de Tweede Kamer dat dit dus gebeurt? Want ik weet gewoon zeker dat ik niet de enige ouder ben. En mijn andere vraag is over de internationale verdragen. Jullie willen de Nederlandse wetgeving boven de internationale verdragen stellen. Maar het EVRM, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, dat zijn internationale verdragen. Hoe gaan jullie die dan beschermen? Want die zijn zeer belangrijk als je met jeugdzorg te maken hebt. Helder. Ja, jullie zijn een partij die... een van de partijen die tegen migratie zijn. Ik ben zelf een soort van migrant. Ik kom uit voormalige Joegoslavië. Ik ben hier gekomen als duizenden en duizenden mensen alleen wegens oorlog. En dat was geen andere redenen. Ik hield van mijn land en ook alle vrienden van mij. We hebben nooit wens gehad om ergens anders te emigreren voor meer geld. Dus mijn vraag is, en misschien daarna ook verzoek, vinden jullie ook dat jouw partijen, die hebben hele 30 jaar gestemd voor alle oorlogen in, Midden-Oosten, in Azië, Midden-Oosten, oorlog 1, 2, 3 in Joegoslavië, Libië, en ja, dat zijn we nog in Somalië en Afghanistan enzovoort enzovoort. En, ja, en die partijen die roepen ook dat ze zijn tegen migratie, terwijl hebben ze heel veel meegebracht. En mijn vraag is, hebben jullie ook zo beeld? En mijn verzoek is om dat nadrukkelijk en rechtstreeks in hun ogen zeggen, jullie hebben die mensen hier gebracht. Ja. Jullie. Helder. Dankjewel. We hebben een vraag over de referenda, een vraag over de VN, een vraag over jeugdzorg gekoppeld aan internationale verdragen, IVBPR en EVRM, vraag over migratie en oorlogen. Nog eentje doen? Ja, goedemiddag. Even een vraag over onderwijs en dan meer over vakonderwijs. Ik ben zelf 20 jaar bakker geweest en ik zie het vakonderwijs en de bakkerij echt achteruit hollen. En ook de kwaliteit in de bakkerij zelf wordt steeds minder. Het brood wordt steeds minder lekker en er zijn nog steeds minder ambachtelijke bakkers. Wat wil FVD doen aan dat vakonderwijs? En dan niet alleen de bakkerij, maar überhaupt het ambachtelijke onderwijs. Heel goede vraag. Jongens, de meestertitel moet terug. Hè? De meestertitel moet terug. Ja, ja, ik doe de vraag denk ik aan over de referenda onder andere. Ja, in elk geval dus. Ja, kijk, die vraag komt vaak op. Hè, van hoe kan een burger nou ingewikkelde verdragen lezen enzovoort. Om te beginnen zou ik willen zeggen, als dat al moeilijk is, dan is het helemaal onmogelijk om volgende week te stemmen. Want dan moet je gaan stemmen over tegelijkertijd over alle onderwerpen, alle issues. Dan moet je ook een coalitiebespreking alvast voorzien. Dat is natuurlijk helemaal onmogelijk. En we hebben gezien bij de referenda die we gehad hebben, bijvoorbeeld als het gaat om dat associatieverdrag, hebben politici zoals Pechtold toegegeven dat ze het verdrag niet eens hebben gelezen. Gewoon hup, zo, akkoord, klaar. En heel veel Nederlanders hebben zich wel degelijk goed in de materie verdiept. En die hebben ook gelijk gekregen. Hè? Want dat heb ik net al gezegd. Dat veel van die zaken die wij hebben toen hebben gezegd. Van er zou oorlog komen. Dat is niet goed. Oekraïne, corrupt land. Is allemaal uitgekomen. Dus ik denk dat de werkelijkheid. Ook zoals je dat in Zwitserland ziet. Een referendumland. Dat laat zien dat burgers wel degelijk heel goed in staat zijn. Om op issues te stemmen. En ook veel beter dan als het gaat via partijen. Want dan wordt ook vaak op personen gestemd. Dat is ook zo irritant. Ja, die Ralf Dekker zei net al van Klaasje zus. Het is eigenlijk allemaal afleiding. Het gaat om de issues, om de inhoud. En dat is wat je doet bij referenda. Dan kun je op een onderwerp stemmen. En dat gaat prima, dat hebben we al gezien een paar keer. En dat gaat ook in andere landen goed. Dus ik heb daar alle vertrouwen in dat Nederlanders heel goed in staat zijn om op onderwerpen te stemmen. Mooi. Wil iemand van jullie de VN-vraag doen? Verenigde Naties? Zal ik er iets over zeggen? Ja? Nou ja, kijk, de Verenigde Naties. Ik zie niet zo goed wat het nut van die organisatie is.
Het is een... het was eigenlijk... Het enige wat de VN eigenlijk heeft gedaan... Dat echt reële impact had op de wereld... is een orgaan dat inmiddels al niet meer bestaat. Dat was de Trusteeship Council. Dat was een interim bestuur voor voormalige koloniën. In de jaren 60 en 70 hebben die daadwerkelijk landen bestuurd, tijdelijk dan, voordat er dan nationaal bestuur kwam. En dat was eigenlijk een heel interessant model, maar dat is ontbonden, dat bestaat niet meer. Sindsdien heb je eigenlijk de Veiligheidsraad, met die 5 landen die dan de baas gaan lopen spelen over iedereen. En je hebt de algemene vergadering, en dat slaat nergens op, want de wereld is geen democratie. Dus waarom zou je gaan stemmen met z'n allen? Wij zijn gewoon Nederland en wij beslissen zelf over wat we doen. Dus ja, de VN is vervolgens eigenlijk een hele kwalijke kant op gegaan... doordat ze een deal hebben gemaakt met het World Economic Forum, als jullie weten. Dus hebben ze de Sustainable Development Goals opgesteld, de 2030 doelen. En hebben ze het World Economic Forum de opdracht gegeven... om die te gaan implementeren via public-private partnerships. En omdat de WEF een private organisatie is het niet... wopbaar. En dat is waar Pepijn tegenaan loopt. Dus in onze ogen is de VN tot zijn nek zit hij in al die globalistische plannen. En wij zouden er niet rouwig om zijn als Nederland zijn lidmaatschap zou opzeggen. Jeugdzorg, van harte gefeliciteerd dat u uw kind terug heeft. Ik wil heel graag meer weten over hoe dat nou gegaan is met corona. Maar omdat Pepijn al gesproken heeft met je... misschien kan Pepijn die vraag ook het beste beantwoorden. Op zich, kijk, dit individuele geval is voor mij voor u... we kunnen straks er misschien nog een keer over praten. Het is natuurlijk lastig om dat nu op in te gaan te beoordelen. Het EVRM. Kijk, ik ben van mening dat wij prima in staat zijn in Nederland zelf... om, dat zou natuurlijk moeten kunnen, om de rechten van kinderen te waarborgen. Daar hebben we dat EVRM niet voor nodig. Dus ik zou zeggen juist in tegendeel. Want je ziet ook bij heel veel uitspraken die worden gedaan bij dat hof, die zijn vaak heel dubieus. Dus ik heb er dus alle vertrouwen in dat wij dat prima zelf kunnen. Daar hebben we dat verdrag niet voor nodig. Maar het gaat natuurlijk nu niet goed. Dat bleek ook net met het voorbeeld van jou. Dus Ralf, ik wil dat zelf ook gaan doen, maar vooral Ralf Dekker gaat zich in deze materie, want dat is weer de materie van de jeugdzorg. En ik ben, als ik dat nog even kort mag zeggen, ik ben ook vaak aangesproken, want ik ben natuurlijk woord voor de zorg, door bezorgde ouders zoals u, maar ook de andere ouders. Daar is heel veel mis. En één onderzoek, dat is misschien toch even interessant om te zeggen, van de Universiteit Leiden, hebben we besproken in de Kamer. En daar is de conclusie zelfs dat het zo, dat jeugdzorg zo rot is dat je beter helemaal niks kan doen als staat. En dat je dan nog beter af bent. Dus wij hebben onder andere, daar ben ik best trots op, hebben wij een motie ingediend toen, bij het debat over die toeslagenaffaire, waar heel veel kinderen uit huis zijn geplaatst. Dat wij waren dat, hè? Dat al die kinderen onmiddellijk terug moesten. En dan hadden we een debat over. En toen zeiden veel mensen, ja, maar dat betekent misschien dat een paar kinderen in ongelukkige gezinnen terugkomen. En wij hebben gezegd, ja, nee, het is overal zo erg. En jouw verhaal ondersteunt dat, denk ik ook. Je bent allemaal al veel beter af als al die kinderen onmiddellijk, gelijk, binnen, want dat is nog steeds niet gebeurd, teruggaan. En dan gaan we weer beoordelen. En daar heeft, het is helaas niet aangenomen. Omzicht heeft er ook tegengestemd, vond ik erg teleurstellend. Maar wij zijn dus van mening dat het echt helemaal verkeerd zit met de jeugdzorg. En Ralf Dekker, die gaat zich daar, ik ook, maar vooral Ralf Dekker, daarin verdiepen de komende maanden. Dank. Oorlogen en vluchtelingen. Oorlogen en vluchtelingen. Kijk, het is inderdaad zo hypocriet als het maar zijn kan. Hoe meer je terugkijkt naar de NAVO-oorlogen die er gevoerd zijn... hoe meer je denkt, verdraaid, ik ben bij de neus genomen. Dat was gewoon een agressieve NAVO-oorlog. Als je kijkt naar Libië, maar ook als je kijkt naar Joegoslavië, Joegoslavische oorlogen. En ik moet eerlijk zeggen dat het is nogal dubieus om dan vervolgens te zeggen... ja, we willen die immigranten niet hebben. Ja, hallo, je hebt dat hele land naar de Filistijnen gebombardeerd. Dus ik ben het helemaal met u eens dat de partijen die daarvoor waren... moet je nu eens een keer heel duidelijk in hun gezicht zeggen... weer wacht even, die vluchtelingen die daar ontstaan zijn... die zijn een gevolg van je eigen beleid. Dus dat ben ik helemaal met u eens. En ik vind dus ook dat je met dat beleid moet stoppen. En ik zou eerlijk gezegd het liefst ook gewoon uit de NAVO gaan. Uh,
Meestertitels en het beroepsonderwijs, dat moet in ere weer worden hersteld. We moeten stoppen met dat idee van hoger en lager opgeleid. Dat is allemaal flauwekul. Je hebt theoretisch en praktisch opgeleid. En we hebben veel meer praktisch opgeleide mensen nodig. En daar moet ook veel meer waardering voor komen. Ik denk dat mensen die met hun handen werken, mensen die dingen maken, de maakindustrie. We hebben veel te veel ook geoutsourced naar China en andere plekken waar de kwaliteit niet gewaarborgd is, waar dingen met kinderarbeid, dwangarbeid allemaal worden gemaakt. Slechte milieunormen. Nederland moet gewoon veel meer zijn eigen dingen gaan maken en daar ook topkwaliteit in leveren. En dat kan, want we hebben uitstekende mensen in dit land. We gaan nog één ronde vragen doen. Nee, weet je wat we doen? Hoe laat is het, jongens? Wat we ook kunnen doen, even kijken hoor, we zijn een democratische partij. We kunnen ook gewoon een borrel gaan drinken en dat wij er nog blijven, dat jullie ons direct vragen kunnen stellen. Beter? Ja. Oké, heel veel dank. Vergeet niet te stemmen op 22 november en we gaan nog even een filmpje maken. En daarvoor hebben jullie nog even nodig, dus jullie mogen nog niet weg. Dennis, waar ben je? Dan moeten jullie even om mij heen komen staan. En dan is het van groot belang, ja, haak maar in. En is het van groot belang dat wij dus met Dennis meedraaien. Oh ja. Dennis, zeg maar, wij draaien ons om en Dennis blijft de mensen filmen. En dat jullie, Rotterdam, lief Rotterdam, op het juiste moment een extatisch gebrul laten horen. Oké? Let op. Het is nog een paar dagen voor die allesbeslissende 22 november. Forum voor Democratie heeft een waanzinnige campagne gevoerd. We zijn het hele land doorgegaan. We zijn nu in Rotterdam. De energie is waanzinnig. En we gaan ervoor, jongens. Minimaal 10 zetels. 22 november. Stem Forum voor Democratie. Dankjewel. Dankjewel. Jerry. 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 Het zijn de laatste dagen van de campagne. We zijn het hele land doorgegaan. Nu zijn we in Rotterdam. De energie is waanzinnig. En wij hebben alle vertrouwen erin. Wij gaan een ongelofelijk resultaat behalen. Op 22 november. Stem. Forum voor Democratie. Lijst 7. Dankjewel. Dankjewel.